sociaal. Ik heb babbelen mee. Amai, papa, ik ben blij dat ik met u mee mag gaan vogels potten met uw maten. Ja, maar je moet wel beloven om u te gedragen en stil te zijn, hè, Michiel. Want anders is het de laatste keer, hè. Pierre, daar, een Siberische tjiftjaf. Dat is een gewone tjiftjaf, Gida. Nee, dat is een Siberische. Een gewone, godverdomme, zeef ze met je vesten, maat. Mannetjes, rustig. Ah, hier, zet. Guido, Michiel, Michiel, Guido, Pierre, Michiel, Guido, Pierre, Michiel, Michiel, Bart. Bo, we zullen er maar eens aan beginnen, hè. Spot hem maar. Daar, een bifluister. En daar, een bafmus. En daar tussen het riet, een dwergpijp eentje. Michiel. Amai, dat is kei leuk spotten met dieren. Ha, nu snap ik dat je elke dag naar hier komt. En daar zit een gangbangerij. Michiel, wat heb ik u gezegd? Met vogels wordt niet gespot. Huh? Come on, man, pak hem. Au. Au. Daar een eetbever. Echt waar. Au. Niemand gelooft in u, hè, eetbevertje. Maar ik wel, ze, hè. Ik wel. Sociaal incapabele Dat kan je wel meer op de weg gaan. Ja. Ja. Als ze niet aan het toe zijn, is het ikke verlagen. Want de wind van anderhalf jaar kan dat opheffen en de kinderen gaan er door. Hé, jongens. En dan nog een dikke kuur in je gat, zeg. Nou, blijft er nog een woord in stand. Kijk!
Ti quanto lei ne fa noi, eh? Kom maar, Lokke. Kom maar, Dat zijn nog jongeren.
blijft gaan. Ja. Ja. De start is al gelijk vast te zien. Ja. Nou, weer muziek. Dat kan er niet mee. Ik kreeg het gewoon niet meer omhoog, die start. Ah, ja, ja, maar. Dat is allemaal wel wat. Teken nu die maar open en normaal is dat die weer hoog. Ja. Samen weer. Stuur in bij de stal, voor te dikken? Voor te dikken is het best dat we die zeker 2 à 3 maanden houden, dat je die cycli het gaat, dat hem alle koeikjes heeft gehad. Hè. De eerste maand gaan die zo wel zitten verbroederen, dat die aanvaard wordt in de kudde, en dan, als dat een goede tochtig is. Je kan die altijd een maand of 2 maanden langer staan, dan spreek je naar alleen ook bloed trekken. Van, hier, dat, van een paar? Van een paar. Steekproeven ja. Is dat dan. Hè. Ja. En zolang dat alles goed is, dan moet je niet
vaccineren. Je mag dat nog doen. En eigenlijk in de schree, zolang dat je van alles bloed moet trekken, beter dat je het dan doet. En gelijk ontwormen of zo, moeten die ontwormen? Ontworming, dat is een beetje ook bepalend met de conservator die dat beslist of dat je gaat ontwormen of niet. Er zijn veel conservators die dat zeggen van ontworming wordt niet gedaan op mijn terrein. Vandaag hebben we weer het jaarlijks bloedonderzoek gedaan in het kader van besmettelijke dierziekten. We hebben bloed genomen om antistoffentitis te bepalen voor IBR en BVD. We hebben ze ook nogmaals gevaccineerd tegen IBR. Dit gebeurt 2 maal per jaar. En er is ook een nieuwe stier aangekomen vandaag die getuberneerd werd en bloed genomen werd voor brucellose en leukose. De bloednames gebeuren 1 maal per jaar, tot als ieder dier dat positief is voor IBR opgeruimd is. En dan wordt jaarlijks een steekproef gedaan om te zien of dat er al dan niet dragers bij komen. In de Hoboekse polder wordt ongeveer een 30-tal hectare begraasd door runderen op het ogenblik, door galloweerrunderen. En waarom staan die daar nu? Waarom grazen die nu? Vroeger werd dat deel of een stuk van die 30 hectare ook gemaaid. Nu, dat is een heel moeilijk stuk om te maaien. En er is een groot verschil tussen het maaien van graslanden en het laten begrazen van graslanden. Als je graslanden maait, krijg je grote homogene stukken waar wel heel veel soorten bloemen in kunnen staan, maar overal is de vegetatie even hoog en even lang. Als je laat begrazen door runderen, die eten op het ene stukje wat liever en op het andere stukje wat minder graag. En dan krijg je dus een verschil, heel kleinschalige afwisseling van heel kort afgegrazen stukken, hoger afgegrazen stukken, niet gegrazen stukken. En dus je krijgt heel veel gradiënten. En dat is eigenlijk heel belangrijk voor insecten. Heel veel insecten hebben graag al die kleine stukjes, die gradientjes. Op het ene stukje kunnen ze gaan zonnen, op het andere stukje vinden ze eten. Dan heb je weer een stukje waar ze kunnen schuilen tegen de regen enzovoort. De eerste 10 jaar van de begrazing werd het begraasd door koninkpaarden en galloweerrunderen. Het zijn beide rassen die zeer zelfredzaam zijn, dus waar we weinig werk mee hebben, die we weinig moeten helpen. Koninkpaard is een paardje dat dichtst bij het wilde paard staat. Het wilde paard is uitgestorven, maar koninkpaard was een dichte afstammeling van dat wilde paard. Momenteel staan er geen koninkpaarden meer. We gaan later beslissen of er terug koninkpaarden komen of niet. Galloweerrunderen zijn Schotse laaglandrunderen. Die werden vroeger gebruikt in Schotland. En die werden gewoon in het laagland losgelaten en in het najaar samengedreven. En dan naar de markt en het overschot werd verkocht als vleesrund. Ook dat zijn zeer zelfredzame dieren, men keek daar helemaal niet naar uit. En het bijkomende voordeel van die dieren is dat ze ook zeer zachtaardig zijn. Normaal gezien gaan die mensen niet lastigvallen. Ze hebben ook geen horens, ze zien er dus ook helemaal niet gevaarlijk uit. In principe kan je eigenlijk met elke koe werken of elk rund. Ook een koe van een boer zou kunnen grazen. Enkel in de winter is dat een beetje moeilijker, omdat die niet altijd zo winterhard zijn. En twee, de moderne vleeskoeien kunnen niet zelf kalveren. En een melkkoe moet gemolken worden. Dus met boeren werken, dat zou ook gaan, maar we hebben spijtig genoeg geen boeren in de buurt. Die had mij gebeld dat een draad kapot was. Ik zei die aan toch stellen.
deze paal moet vervangen worden. Dus afgebroken. Hoe ben je dat hier, meneer? Dat mooi aan de je hebt de beesten zien zien ja. Roepen, je hebt ze zien volgen, je hebt ze zien eten. Je hebt een dierennest gezien. Ja, met die stieren al. Met die stier. Maar ik heb wel zelfs verteld dat allemaal. Dat het allemaal vol is. Vol van roepen is allemaal. Ja. En de stier volgt, hè? Als met de... Had je dat al gaan zien? Ja, hij had al weten gegeven. Ze hebben wel iets gaan geven en hij volgt de schoen, hè? Milo noemt hij. Milo. Milo, hè? Milo. En wat is die zijn? Krip van de hoofd. Milo, kom. Toch zo is ja, ja. Een koe reageert niet op haar naam, hè? Maar dat zit mij in de dingen, in de kudde. Ja. Hij heeft hem al geschuurd, jongens. Die had onder bloed te plekken, hè? Ah oh, ja, dat is zeker. Die beest heeft eerst... tien man binnen gezeten. Ja, tien man ook niet. Het ook binnen gezeten? Een maand of vier, hè? Ah, wel, ja. Een maand of vier heeft hem binnen gezeten. In de stal. Ja, als je dan boten komt, dan heb je jeuk, hè? Oh ja, oké. Okay. En dan ook bij de maskers. Is dat geen aan gevochten? Nee, no, die vechten. Die vechten niet. Is dat van tegen de bomen? Ja, maar ze zeggen toch dat wel een munt duurt, dat ze denken niet dat hem de eerste munt zal dekken. Nee, een pol zei dat hem draaien en moest toch hier blijven. Ja, ja, maar ze zullen hem langer blijven. Ik denk dat vier maffige kan hebben. Hey, mond. Kan wel. Dat je de koeien hebt, maar dat je ze ook niet zoeken. Nee, dat je er zo alleen verzorgd zal ik zeggen. Ja, ja. Oh ja, maar we hebben er altijd voor gezorgd. Kan maar ja. Gevolgde dat ze moesten jongens krijgen en alleen gebeld als er eentje was. Het gaat zoeken. Mag ik dat vrienden zien eigenlijk? Ja. Maar na feit leek de laatste jaren intensiever, hè? Ja. Ik doe de gewoon het alle dagen samen zo. Alle. Juist al? Nee. Wat is dat alleen? Wat is dat niet? Ik weet zeker niet wat dat was. Heb je 10 keer per dag? Wat is dat 2 keer per dag? Dat is alleen. Dat polder. Nou, de koeien van zo. Ah, ja. Maar ik heb er denk je dan betaald gevoel mee dat je weet gewoon. Nee, maar echt, zijn mijn drie al weg, want ILA koeien, hè? Ja, ik weet dat niet. Wat is. Wanneer is een koe oud gedoe? Allee, André, als je... Dat ze niet recht ligt, dan halen ze koeien uit de weg. Meneer, het is ook, je moet het zo zien, lekker als hierna. Je ziet namelijk 16 dieren. Hè. Pak dat dan aan 7 kalfjes kunnen maken, want er lopen 7 moeders. Zo dus. Zolang als dat die maar een jaar zijn, maar als ze dan groter worden, ja, dat is te veel veren. Dan moeten ze de jonge beesten weghalen. Of ze pakken van die moeder, van die oude weg, of de veeën mogen die niet ontslachten worden. Ze moeten jonge kalveren hebben via ergens anders over te zetten. Ja. Maar dan ook van de dees die biologisch zijn en die geen ziekte zijn. Ja. Is dat dan toepnemen? Oh. Ja, dat tof. Ja, maar nog wel vrouw, dat is de perde. Want we zien niet meer de perde. Hoe komt dat? Het is vader gekomen met 4 stiks. Oeh, er waren toch familie? Nee, 4. 4, hè. Oh, hadden nog maar 4? 4 waren er, zijn altijd maar 4 geweest. Toch? Ja. Oei. En dan is er een keer gestorven. Ziek geworden, gestorven. Die hebben dan nog proberen te genezen, maar... Dat ging niet meer. Daar zit er nog met 3 en Zalak. Die vechten, dat zijn allemaal engsten. Die vechten gewoon het laderschap, hè. Tuurlijk. Samen, die aan hun baas zijn. Maar zolang als dat je dan een bemiddelaar in hebt, is dat geen probleem. Die tikt tegen een andere tegen, op en de ruzie is vervangen. Maar dan overlast is er nog geen ziek geworden. Vrij jaar, hè? Een van die drie. Ja. Die is dan gestoken, ja. Die zit dan nog met 2 engsten en dan gewoon weer. Die vochten continu. Ja. Die vochten en dat die een andere er niet meer tussen komt. Ja, dat die dan een conditie dat die dan met tussen komt, dat was geen bemiddelaar. Ja. Die weten wat, die paarden zijn niet agressief. Het is gewoon, de mensen komen met een plastic zakje en dat ritselt. Ja. En ze geven aan een boter aan of een peken. Maar als er nog andere mensen binnenkomen, en die, niks die weten niet wat dat erin zit. Hè. Nee. Die zien dat zakje en dat ritselt en dan komen de beesten op af. Ja, just. En dan denken die mensen, die beesten zijn agressief. Mm. Nee, de mensen hebben het zelf al gedaan, ja. Dat die dieren naar me toe komen. Er staat overal genoeg op, dieren niet voederen. Hè. Die kennen alle toch, hè? Dat zijn och ja, als ik het naleem, ja. Nee, dan komen volgen die mij ook zijn. Ja. Je kent hem maar zo goed als hem. Ik heb wel gezien dat je er heel veel bij mannen noemt.
Ja, ja. Ja, ja. Ik vraag veel minder van de leer dan hier. Ja, dat is veel. En dan heb ik van het jaar, over Verleerwijk, de eerste keer geroepen. En ze kwamen naar mij. Dat is wel plezant, hè. Ik stond van de cherie en ze stond nog een drinkput. Dat is fair, hè. En als we 5 minuten daarna zeg tegen hem, ze zullen die komen, kwam ze afgelopen. Ja, ja, dat is plezant. Dat is gewoon, ga dan zeker, ik kan wel regelen. Ja, alleen zo. Weet je wat ik altijd spectaculair vind? Als ik ze goed veel koeken te geven en gelijfd en zo als ze komen. En ze heel daar binnen komen ze afgestemd. Ik blijf staan, dan zeg ik, die komen wel eens. Maar die lopen naar niet omver, hè? Zo, en die hebben er niet in zin, hè. Ja, ik vind dat, dat geeft me een echte kick, zo, hè. Zo'n marschouwer, die biesten, zo. Als ik die zie komen, hè. Feitelijk zijn we er meest mee begonnen, we waren er al mee bezig als die keizersnede geweest heb. Dat is een groot nazit geweest. Dat is nog niet geweest, ja. Ja, dat is een groot nazit geweest. Maar dat is zo lang toch niet geleden? Nee, hè, dat is 2013. Daar gingen we wandelen en dan zagen we daar alleen die koe liggen, die lag er, ja. En dan zat een poetje op, wat die poe. Ja, ik heb die foto's gezien. Ja. Ik bedoel, dan is dat nog meer dieet toegekomen. Ja, dan... Dan moet je daar dat ervoor al. Ja, ja, maar dan die dierenarts, eerst de pol gebeld, een dierenarts gebeld. Ja. En die kwam en die zei, dat is hier een keizersnee. Mm-hmm. Allee, ga je mij helpen, hè? Maar allee, uiteindelijk, een dunnevrouw moet nog helpen, want die mannen van Natuurpunt hebben dat gedaan. Maar dat is wel schoon, hè? Ja, spijt dat dan niet gefilmd is. Ja. Ja. Ja, maar ja, zoiets, dat kun je niet voorzien, hè? Nee, nee. Ja, maar dat eerste tanden gefilmd was zo'n... Zijn dan filmen, omdat hij moest gewoon voelen of dat nog leefde. Hè. Mm. Want anders, hè, anders moeten we nog sneller zijn, want anders kan de koe ook sterven. Hè. Ja, als dat begint... dat kost al dood geweest, maar, hè. En als dat van, begin, van binnen begint te rotten, ja, dat is verder. Ja, maar ja, ik had dat niet hebben gezien, dat die koe gestorven. Ja. Zo. Had men nog een tas koffie drinken? Na het bekijken van jouw filmpje van de polder met de beesten, hebben we er met z'n allen van genoten. Even roepen en daar zijn ze al. Je kunt dat toch niet geloven hoe gemakkelijk dat je ze tam gekregen hebt. Je doet dat niet alleen. Goddelief is er ook altijd bij. Labeltjes zoeken, de koeikjes zoeken, want er was er weer eentje ontsnapt. Een draad die gevallen uit, een draad die kapot was, even herstellen. Een boom op het raster. Ik mag u bellen, Wim mag u bellen, anderen mogen u bellen. Je bent er altijd direct bij om alles te herstellen. Niet alleen dat, je kunt ook beton leggen, timmeren,
mitsen. Niks is te moeilijk. Vogels tellen. En dan nog heel veel foto's trekken. Foto's trekken van de werkploegen en de kinderen. Iets wat je heel graag doet. Ik denk, André, namens heel de ploeg, en God de Lief natuurlijk ook, een dikke merci. En ik hoop dat je dat nog vele jaren mag blijven doen. Merci, hè. En schalkjes.